Welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. In de VS bleven de financiële markten dicht bij huis, terwijl beleggers de diverse macrocijfers verteerden. De banencijfers blijven ondertussen sterk en dat zou een stevige koers van de centrale bank nog kunnen ondersteunen. De dollar blijft ondertussen tegen de euro liggen op 1,0540. En in China kromt de dienstensector over de maand november verder en daalt het indexcijfer van 48,4 naar 46,7. Vergelijkbare cijfer in Japan liet nog wel een nipte groei zien met een score van 50,2. De Chinese economie ziet de vraag van goederen vanuit de VS met 40% stevig dalen. Containerprijzen voor transport kelderen dan ook. En in China sluiten fabrieken al twee weken eerder um, in, verband of in aanloop naar het Chinese nieuwjaar. En in Hongkong reageren de aandelen wel positief op de soepelere COVID-handhaving in China. Dankzij trok 4% aan, Shanghai Composite 1,6%. De andere indices bleven in Azië redelijk onveranderd. De Kospi-index sloot wat lager. En de futures in Amsterdam duiden ondertussen op een iets lagere opening. We zien de boycott vanuit, of vanuit de EU richting Rusland. Nog maar maximaal 60 dollar per vat mag er vanuit Europese landen betaald worden voor verscheepte Russische olie. En ondertussen laat de OPEC Plus weten de huidige productieniveaus te blijven handhaven. Hoe president Poetin gaat reageren op de boycott is nog onduidelijk. En nu Amerika kritischer wordt op de productiecapaciteit van China als het gaat om geavanceerde chips, komt ASML in een verdere spagaat te zitten. Niet-leveraar China kan mogelijk een vergaande boycott vanuit het land betekenen, hetgeen de hele Nederlandse economie kan raken. En de snelle groei van Vlatex, meten door de overname van de Giro en daarmee de vorming van het huidige Vlatex de Giro kwam de broker op kritiek van de Duitse beurswaakhond te staan. De organisatie moet haar interne organisatie stevig opschalen en heeft onder andere een Chief Risk Officer aangenomen. Ook komt er 50 miljoen extra kapitaal in het bedrijf. Op de agenda vandaag diverse inkoopmanagers, indexcijfers, dienstensector uit de eurozone, Verenigd Koninkrijk en de VS. Verder hebben we nog detailhandelsverkoop uit de eurozone en fabrieksorders uit de VS. Bij de analisten verlaagt Kepler het koersdoel op JDE Peach van 38 naar 35, maar houdt het koopadvies aan. Berenberg zet Heineken op houden, koersdoel 105. UBS zet Prozis op kopen, koersdoel 77. En JP Morgan zet Shell en Total Energies op kopen. British Petroleum krijgt een hold advies. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.